Dat is natuurlijk helemaal belachelijk, man. Hoe kunnen ze dat nou godverdomme maken? Dat is toch echt krankzinnig? Nee, nu leef je op, maar ja, dat is niet wat ik vind. Dus... Dit is perfect, dit is mijn knip. Yes! Nieuws. Afgelopen weekend zet Extinction Rebellion de A12 af. Nou ja, omwille van het klimaat natuurlijk. Maarten, vertel, wat vind je van al die ophef? Ik heb natuurlijk ook met belangstelling gevolgd. Ik vind dat ze erg over de top gaan door als met roepen de wereld vergaat en zo. Ik bedoel, we zijn met 8 miljard mensen en dat valt allemaal mee. Ik begrijp het wel, ze zijn heel bezorgd. Ze maken zich heel druk en het grappige is dat ze het vooral doen voor zichzelf. Het valt wel op, als je gewoon kijkt naar de onderzoeken die ernaar zijn gedaan, dan blijkt eigenlijk dat dit soort acties die gewoon een beetje buiten de lijntjes kleuren, dat die vaak meer weerstand opwekken dan dat ze echt begrip opwekken voor de goede zaak. Dus ja, of het klimaat hier echt zoveel aan heeft, dat is echt een beetje een moeilijke vraag. Afgelopen zaterdag, de boel op de kop gezet door de klimaatactivisten hier op de A12. Wat vind je ervan? Schiet niet op. Heb je niks aan. Een beetje jammer dat andere mensen er een beetje last van hebben. Dat vind ik altijd een beetje jammer van zulke soort... Hoe moeten ze dan demonstreren volgens u? Nou, op het Malieveld. Ik heb daar natuurlijk wel even over nagedacht. Dat is natuurlijk helemaal belachelijk, man. Hoe kunnen ze dat nou godverdomme maken? Dat is toch echt krankzinnig? Nee, nu leef je op. Maar ja, dat is niet wat ik vind. Dus... Dit is perfect. Dit is mijn knip. Yes! Okay, ja. Lastig voor de Hagenaars. Erin en eruit. Maar het is een goed recht om te demonstreren. Zou je zelf ook meedoen aan zo'n actie? Nee. Ook niet als het georganiseerd is op het Malieveld? Nee, ook niet. Nee. Ook niet naakt? Nee, dat helemaal niet. Nee, daar zit er... Tegenwoordig gebeurt het, hè? Ik hoorde het inderdaad en ik dacht nog bij mezelf, weet je al, wie zit erop te wachten? Ik ben het aan de ene kant wel, snap ik wel dat mensen dat doen, hè? Dat mensen zich daar steeds meer bij aansluiten bij zo'n beweging. Omdat het zijn heel populaire thema's, het wordt breed gedragen onder jongeren. Ja, een Extinction Rebellion, wil een beetje rebelleren. Ja, is dat goed voor iedereen binnen de samenleving? Tuurlijk niet. Als ik vaststa in de auto, denk ik ook, potverdorie, dit wil ik niet hebben. Hoe ver denk je dat de demonstranten nog zullen gaan in een manier van actie voeren? Als er radicale acties zijn, dus inderdaad mensen die illegale dingen gaan doen, zoals op snelwegen zitten waar het echt niet mag. Dat geeft ook legitimiteit aan kleine groepjes die dan weer nog een stapje verder willen gaan. We hadden in de jaren 80 en 90 hadden we de aanslagen van RARA. Milieuterroristen waren dat eigenlijk. Ik hoop niet dat het zover komt ook met deze groep. Maar ja, mensen voelen veel emoties bij dit onderwerp en worden heel boos en gaan dus ook dat soort dingen doen. 11 maart gaan ze weer opnieuw demonstreren. Ja. Wat zou je doen als je dan in de file staat? Ja, de vluchtstrook pakken en eroverheen rijden. Eroverheen, ja? Nee, we gewoon doorrijden. En wat vind je er nou van dat de mensen zo massaal verontwaardigd zijn omdat ze allemaal werden opgepakt? Beetje overdreven. Als je op een snelweg gaat zitten waar het niet mag en je wordt opgepakt, dan is het niet zo gek dat je wordt opgepakt. Het is al lastig genoeg om Den Haag in en uit te komen. Als er dan nog een paar demonstranten de Utrechtse baan ook dichtgooien, ja, dan... Ja, ik denk niet dat het in je voordeel werkt als je daar gaat zitten demonstreren. Bij iedere demonstratie van Extinction Rebellion is een complete politiemacht wat tevoorschijn getoverd moet worden. Ja, zonde van het geld. Klimaatdemonstrant in één woord. Klimaatdemonstrant in één woord. Boze mensen. Er waren er twee. Bedankt. Wil jij nog meer fantastische video's? Dan schijnt hier een button te zitten. En hier ook. Moet je even op klikken. En even gauw. En hier zit er ook nog één, denk ik. Zoiets. Dus doe dat even. Dankjewel.